came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Ik ben Puk en ik ben 15 jaar oud en ik woon in de Beemster. En ik doe mij een make-up cup. Ik ben enorm trots op mijn dochter. En vooral hetgeen wat ze bereikt heeft. De laatste 10 van 950 kinderen. Nou, in het programma van de Make-up Cup moet je jezelf opmaken. En krijg je opdrachten van wat je precies moet doen. En die moet je uitvoeren in een bepaalde tijd. Hoe lang we ermee bezig zijn? Dat is toch al meer dan een half jaar. Want iedere keer valt er ook iemand af? Nee, het geeft zeker geen spanningen thuis. Meer uitdagingen. Die uitdagingen liggen hem vooral in de ontwikkeling van haarzelf tijdens dat hele proces. We beginnen met 10 mensen en ja, we eindigen met 1. Nou, aan de ene kant natuurlijk super trots en aan de andere kant als een toch wel een beetje bezorgde vader. Ik verwacht eigenlijk alleen maar vrolijke en leuke dingen, omdat het is natuurlijk een heel vrolijk programma en iedereen kan lekker zijn wie diegene is of ja, wie je wil zijn en dat is gewoon heel leuk. Dus ik hoop dat er heel veel positieve reacties op komen. Ja, mijn dochter is, als ik dat vanuit mijn trotse vader mag zeggen, heel erg goed in dochter visagie en smaak van mode. Hij heeft een hele eigen stijl zeg maar in de mode. Ja, het creatieve, het zit gewoon volop in de. Nou, natuurlijk wil ik graag winnen, maar het is ook echt een hele leuke groep. We zijn allemaal vrienden met elkaar, we kunnen het heel goed met elkaar vinden, dus dat is ook echt super leuk. En we gunnen het elkaar allemaal heel erg, dus natuurlijk wil ik wel winnen, maar dat moet je zien in het programma. Dat ze de dromen achterna gaat. En wat het allemaal inhoudt, ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit als het mij heel veel plezier erin heeft en er geluk in heeft.